Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Dirk-Jan Pestman. Dat klopt, Andrea. Ja, klopt. Ik dacht het al. Hé, hey, welkom. Graag hetzelfde. Ja. Dirk-Jan, een hoop mensen zullen je kennen. De kans is groot, ja. Ja, je bent, maar je vertelt toch even wie je bent. Je hoeft niet gelijk te vertellen wat je allemaal doet, maar wie ben je? Waar woon je? Je hebt me voorgesteld, mijn naam is Dirk-Jan Pestman. Ja. Geboren en getogen in Dirksland. Mm-hmm. Dus echt van ras, echte Dirkslander. Ik ben 58 jaar oud. Mm-hmm. En met volle plezier blijf ik een Dirkslander. Oké. Dirksland heeft iets wat... Ik hoor dat meer mensen zeggen die in Dirksland wonen. Trouwens, Nieuwe Tongen ook. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen kern waar hij wil wonen. En, maar komt omdat je geboren en getogen bent. Ja. Eventjes wel uit geweest, maar toch weer teruggekomen weer. Ben je er uit geweest? Ja, ik heb 1,5 jaar in Barneveld gewoond. Oh, dat heb je... Barneveld? Ja, in Barneveld heb ik nog gewoond. Oké. Okay. Ja, dus het is echt... Maar dat was niet, dat kon je niet wennen? Ja, ik had het wel kunnen wennen, maar ja, dan trekt het toch weer op een gegeven moment dat je weg weer terug gaat richting Goeree-Hoofdvlak. En dat was dan toevallig weer ook Dirksland weer, dat we daar konden wonen. Oké. Okay. Ja, en dus dat was wel door verschillende omstandigheden. Maar dat komt misschien wel in de loop van het verhaal ook wel even. Ja, nou, dat denk ik wel. Ik ga het eerst even over, ik ga het over je vak hebben. Dat heeft het wel mee te maken ook, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga een hele mond vol hebben nu. Je bent teamleider, ik kan het niet eens uit mijn hoofd zeggen. Teamleider, vakbekwaam blijven, gezamenlijke brandweer. Ja, dat teamleider, heb je goed. Teamleider, ja. Vakbekwaam blijven, gezamenlijke brandweer. Ja. Nou, vertel. Begin bij het laatste dan, gezamenlijke brandweer. Dat is de organisatie waar ik werk. Dat is in Rozenburg, een brandweerorganisatie. Die zowel gedeeltelijk overheid brandweer is, maar het belangrijkste is dat wij een bedrijfsbrandweer zijn. Een bedrijfsbrandweer? Ja. Wij hebben... In het Europoortgebied? Ja, vanaf de Maasvlakte tot en met zeg maar de Benelux-tunnel. Dat gebied, ongeveer 50 kilometer lang, is ons verzorgingsgebied. En dat is een behoorlijk riskante bol daar, of niet? Ja, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je goed. Dat is eigenlijk het gebied waar de meeste industrie van Nederland bevindt. Ja. Wij zijn ook het grootste risicovolle gebied van Nederland, en deze ook. Zo. En jij bent dan teamleider, vakbekwaam blijven, van die brandweer daar in het Europoortgebied. Ja. Wat is het? Ja. Wat doe je? Ja, wat doe ik? Ja. Je had er al, dan zeg, we gaan van achter naar voor. Vakbekwaam blijven. Ja. Nou, vakbekwaam blijven is, mensen moeten opgeleid worden. Ja. Dat is vakbekwaam worden. Ja. Dus dat is opleiden. En mensen moeten vakbekwaam blijven. Ja. Dus zodra ze eenmaal een diploma gehaald hebben, in het vak zitten, moeten ze bijblijven in hun vak. Ja. En dit houdt in, vakbekwaam blijven, het organiseren van trainingen, oefeningen. Dat is wat ik uiteindelijk met mijn team doe. Dan kom ik automatisch aan de eerste gedeelte, teamleider. Ik heb daarvoor 8 instructeurs en 2 coördinatoren die plannen en dergelijke, heb ik in mijn team zitten. Dus met ons tienen zorgen wij ervoor dat de 300 man personeel van de gezamenlijke brandweer vakbekwaam blijft op het brandweergebied. Oké. Dat is heel veel werk. Ja, want daar zitten gewoon heel veel eisen zitten ook aan vast. Ja. Met name het onderdeel dat ik zeg van dat wij een bedrijfsbrandweer zijn. Er zijn heel veel bedrijven die hebben verplicht een brandweer moeten die hebben. Die zijn aangewezen dat zij een verplichte brandweer hebben. Nou, dat kunnen ze zelf allemaal hebben, zoals een Shell, een Esso, een raffinaderij, die een eigen brandweer hebben. Nou, dat hebben ze 20 jaar geleden gezegd van, laten we dat met z'n allen gaan doen. Laten we dat gezamenlijk bundelen. Laten we dat bundelen. Wij zorgen ervoor, want brandweer, zeg maar, de gemeente Rotterdam heeft ook een verplichting om in dat gebied een brandweerorganisatie te hebben. Mm-hmm. Zoals de A15, de Rijksweg, is grondgebied van de gemeente Rotterdam. Oké. Okay. En daar moet je ook een brandweer op hebben. Ja. Er zijn bedrijven die hebben geen bedrijfsbrandweer nodig. Moet je ook een brandweer uiteindelijk kunnen verzorgen. Ja. Nou, dat hebben ze bij elkaar gegooid en gezegd van, op 6 locaties in dat gebied gaan wij een beroepsbrandweerkazerne bouwen.
of in ieder geval dat die gebouwd wordt. Ja. En twee vrijwillige posten hebben wij erbij zitten. Dat zijn Rozenburg en Hoogvliet. Die vallen ook onder ons gebied. En met die 6 beroepskazernes, 7 dagen in de week, zijn wij daar met minimaal 6 mensen op die kazerne aanwezig. Yo. Want je zit daar natuurlijk ook heel erg met gevaarlijke stoffen. Alles. Hoop ellende. Ja, we zeggen eigenlijk in ons vak bekwaamheidsblijven hebben wij alles behalve duikers. Dus alles kunnen wij tegenkomen. We hebben een metro lopen, we hebben tunnels, we hebben water. Maar dan hoeven we daar geen duikers voor te hebben, maar schepen hebben we daar. Dus we hebben scheepsbrandbestrijding, we hebben industrie, we hebben gewone gebouwen. Dus eigenlijk hulpverleningen, ongevallen, kunnen we voor. Dus eigenlijk, behalve duikers, dat hebben we niet binnen ons toko, hebben wij eigenlijk alle voorzieningen die een brandweer maar kan hebben, hebben wij. En daar mag ik dan leiding aan geven om met mijn team het stukje vakbekwaamheid voor elkaar te houden. Boeiend. Ja. Ja. Ontzettend mooi. Heel leuk. Ja, het is echt ook uit. Het is ook een mooi vak om dat met elkaar te doen. Ja. Ja. En je bent nu een hoge pief. Hè? Je bent een belangrijk man, toch? Nee. Geen belangrijk man. Nee. Nou. Ik geef gewoon leiding alleen aan. Okay. Dus er is niks of dat je belangrijk bent. Mijn vak kan iedereen kan. Oké. Nou. Ja. Dus die 2 aan tafel waarvan 1 het niet zou kunnen. Oké, ook jij kan dat leren, André. Ja, laten we dat dan zo zeggen. Nee, je overschat me. Nee, je overschat me. Okay. Hey, maar eventjes, nu heb je een mooie functie. Ja. Maar zo is het niet begonnen. Dat wil ik wel eens weten. Waar is dit begonnen? Nou, misschien wel heel toen ik nog een jaar of 7, 8 was. Dat toen eigenlijk al iets met de brandweer kreeg. Ja. Ik had een oom. Ja. Ome Willem van het Hof. Die zat bij de vrijwillige brandweer van Dirksland. Ja. En elke zaterdag ging hij naar de brandweerkazerne in Dirksland, want het voertuig moest gewassen worden en zo zijn. En ik zat heel vaak zaterdags, zat ik al bij hem. Er staat bij mij thuis nog een klein fotootje, die is zo groot. De oude kommer die destijds had in Dirksland. En daar zit ik voorin met een fotootje. Nou, geweldig. Ja, en die kreeg ik, enkele jaren geleden heb ik die van een familielid gekregen. Die was die tegengekomen. Fantastisch. Dus dat was een jaar of 7, 8 dat ik toen was. Of dat tuurlijk. Toen was, tuurlijk. Misschien wel al. Tuurlijk. Daar zit een tijdje tussen. Maar toen was ik een jaar of 15. Toen stond ik bij de gast aan het tankstation in Dirksland. Mm-hmm. Aan de korte weegje toen het nog stond. De werkende was daar ook Jan van Dijk. Jan van Dijk was daar monteur. Die zat, pompbediende was die bij de vrijwilligers van Dirksland. Ik was toen 14, 15 jaar. Dirk Jan, is dat niks voor jou? Kom ook eens een keer een avond. Nou. Dus ik daar een avond naartoe. Nou, toen was het eigenlijk het hek van de Dam af. Ja. Toen ben ik de eerste jaren, want ik mocht er nog niet bij. Dus ging ik naar de oefenavonden ging ik als slachtoffer. Dus in de rol als slachtoffer. Geweldig. Hey, hoe oud moet je zijn om een aanstelling te krijgen, moet je 18 jaar zijn. Oké. Okay. Ja, er is ook wel jeugdbrandweer, maar dat hadden ze toen helemaal nog niet. Ik ging daar gewoon elke dinsdagavond met de oefenavond was ik daar aanwezig. Om in de rol als slachtoffer te zijn. Dus de gekste dingen werden met je uitgehaald. Ja. Je werd met de gekste dingen, want toen had je toch weinig poppen. En dan deed je gewoon met mensen. Dus. En dat is uiteindelijk, ik ben gaan studeren voor gewoon dagelijks werken uiteindelijk. En daarom mocht ik nog niet officieel, toen ik 18 was, bij de brandweer komen. Want ze zeiden van, jij gaat studeren. Straks hebben we niks aan jou als je bij de brandweer komt, want dan ga je toch Dirksland verlaten. Dus we gaan in jou niet investeren. Oh. Dat was toen de lijn die ik toen meekreeg. Okay. Dus kwamen allemaal nieuwe bij. En Dirk Jan bleef wel bij die dingsaam, want ik had het die gewoon. Die bleef maar van ladders geschouwd worden. Ik bleef toch van ladders geschouwd worden, van dak af, als slachtoffer, enzovoort, enzovoort. En iedereen kwam erbij, totdat ik toch op een gegeven moment nog eens een keer met de leidinggevende toen in gesprek ben gegaan. Dat was 1984. En toen zei hij, ja, in 5 april 1984 kreeg ik een aanstelling van de gemeente Dirksland als vrijwilliger. Dus, en toen was ik, toen had ik het eigenlijk voor mijn kander. Ik kon echt definitief bij de brandweer, als vrijwilliger. Ja. En, dat is zo verder gegroeid. Het heeft je nooit meer losgelaten. Nee, en dat is dan wat ik net zeg, die anderhalf jaar in Barneveld, moest ik het helaas loslaten. Dirksland verlaten,
alles achter me laten, de brandweer loslaten. Wat ik wel geprobeerd heb, als eerste in Barneveld om bij de brandweer te komen. Maar daar woonde ik te ver van de kazerne vandaan. Dus ik kon er niet bij komen. Ach. Ja, was dus jammer. Terug. Terug. Terug en waar was weer naar Dirksland. En ik had nog steeds mijn contacten met de blusgroep Dirksland. En wat was het verhaal? Dirk-Jan, je kan erbij komen. Toen we terugkwamen, gelijk weer erbij. Hmm. Omdat het een plek was. Nou, je weg is, wordt gewoon geleid. Zo zie ik het ook altijd. En dat ben ik weer daar teruggekomen weer. Ja, en zo ben ik uiteindelijk verder gegroeid. Dat is de brandweerkant. Puur als vrijwilliger. Elke oefenavond aanwezig met alles te doen. Ja. Vanwege mijn studie. Die ik gedaan had, bouwkunde gestudeerd, op een architectenbureau gekomen. Van mijn architectenbureau uiteindelijk ben ik gestopt, ben ik bij de gemeente Dirksland gekomen, op bouw- en woningtoezicht. En de toenmalige commandant, dat was de commandant, was dat Bram Jelier, de oude fietsenmaker. Ja, die kennen we ook wel heel veel, Bram van de Voorstraat. Bram die zei tegen Dirk-Jan, zou dat dus niks voor jou zijn om in de toekomst mijn functie over te gaan nemen? Nou, toen was ik rond 28 jaar. Overnemen? Ja, maar dan moet ik wel wat gaan leren. Ja, zegt hij, maar dat doet de gemeente Dirksland dan wel. Nou, toen kwam het dus. Ik mocht uiteindelijk gaan leren. Ik ging de opleiding tot bevelvoerder. Dus de leidinggevende functie van een post mocht ik gaan doen. En toen had ik de smaak eigenlijk helemaal te pakken. Kun je toen krijgen. Want er was de volgende fase dat ik naar burgemeester Boonstra ben gestapt, toen ik dat eenmaal had. Burgemeester, ik denk dat dat nog te weinig papieren is voor een commandant. Ja, soms moet je stoute schoenen aantrekken. Het is wel goed dat hij hier niet meer is. Dit kan hij niet horen. Ja, nee, hoor. Zou hij het horen, dan hij weet dat. Okay. Want dat is altijd open kaart spelen, dat kom je veel verder mee als achter een gesloten deur is. Dus ik ben naar hem toegestapt. Ja, maar het kost wel heel veel geld. Ja, nou, dat hebben we 50-50 over gedaan. Dus ik zeg, ik doe de uren, als jullie de cursus maar betalen. Mm-hmm. Toen mocht ik de officiersopleiding gaan doen. Mm. En toen ben ik de brandweerofficiersopleiding gaan doen. En daar was ik klaar mee in 1998. En toen kwam wel heel snel al een vraag vanuit het Rotterdamse. Dirk-Jan, zou je niet bij ons willen komen ook? Dus toen heb ik van mijn hobby uiteindelijk mijn beroep kunnen maken. Dus ik vier omwegen. Een paar omweggetjes. Maar nee, maar dit zijn omwegen dat ik... Streed verhaal. Dat wel. Maar ik had eigenlijk al, als eerder, want toen ik in Barneveld woonde, heb ik ook al eens getracht om bij de officiersopleiding te gaan. En dat is niet gelukt toen. Nee, nee. Dus dan zeg ik, vier omwegen kan je ook... Oké, mooi. Dus, ja. Hey, en dat lelijk woord, passie, lelijk woord. Maar ik voel bij jou passie voor het vak. Zit dat in alle brandweermensen? Ja, volgens mij zit dat in alle brandweermensen. Anders sommige, ga je het zullen, niet sommige zullen het niet uitspreken, maar ik denk dat het echt wel een passie is. En de passie is eigenlijk, u zegt eigenlijk een verkeerd woord, maar het feit gewoon van mensen in nood kunnen helpen. Ja. Het klinkt heel kort en het klinkt afgezaagd van in die tijd, maar ik denk dat dat toch wel de achterliggende gedachte is van velen. Natuurlijk ook de gezelligheid, want je bent een brandweerfamilie. Ja. Uit collega. Helaas al overleden, Maarten van de Klooster van altijd, zei ook altijd vrienden en vriendinnen van elkaar. Ja. Ja. En dat denk ik dat we als een hecht team altijd wel zijn. Want we zijn een teamplayer met elkaar. Ja, je moet. Ja, je kan niet individueel zijn. Je moet echt een team zijn met elkaar. En je moet met elkaar aan kunnen kijken en dan moet je eigenlijk al weten van wat je moet doen. Mm-hmm. En daarom is het oefenen, een stukje vakbekwaam blijven, ook zo ontzettend belangrijk. Je kan niet achterover blijven zitten, je moet je vak bijblijven. Ja. En dat het zo breed is, kost dat heel veel tijd. Zowel voor de vrijwilligers als voor de beroeps. Mm-hmm. Ik had een opa die bij de brandweer was. Echt waar? Ja. Waar zo? In IJsselstein. Echt waar? Mm-hmm. Oh, dus je weet er ook wel wat van? Nee, ik heb hem eigenlijk niet gekend. Okay. Nee, maar mijn moeder, toen ging nog de sirene, hè? Ja. En liep de hele stad uit. Ja. Mijn moeder vertelde wel eens, als dan de sirene ging, dan... Hij had 10 kinderen en die stonden allemaal, de een stond met zijn laarzen, de ander stond met zijn jas, de ander stond met zijn helm. Dus dat ging heel snel. En mijn moeder kon niet thuis blijven als de sirene ging. Die moest kijken wat er aan de hand was. Ja. Dus een beetje, heel klein beetje heb ik het ook meegekregen. En dit gebeurt nu
hete dagen heeft ze dat, nou bij mij niet meer zo. Maar toen ik nog echt de vrijwilliger was en dat ik echt de repressieve dienst inging, dat ik met Dirksland meeging. Nou, dan ging meestal Ria snel even de deur openen. Dat bedoel ik. Nou, of, dat zat bij haar ook in de deur openen of de deur sluiten. Ja. Ik had geen tijd om op slot te doen als ze 's nachts was. Dus ja, dan moest ze naar beneden toe om toch die deur op slot te doen. Kijk. Dat was, je doet het als gezin eigenlijk. Ja, want ja. Het zijn eigenlijk, je doet het, het is jouw hobby. Ja. Maar als je vrouw of je partner er niet achter staat, dan is het best wel moeilijker. Je moet het gezamenlijk doen. Je moet het gezamenlijk doen dit. Ja. Het is ook goed voor je verwerking om met zaken ook. Ja, want daar wou ik het ook nog over hebben. Je noemt het woord verwerking. Ja. Hè, brandweerman, brandweervrouw zijn, is zwaar. Het is een zwaar beroep. Hè, en je wordt geconfronteerd met dingen waar de meeste mensen geen benul van hebben. Hoe ga je daarmee om? Nee, kijk, als er een incident is, gaan wij erin. Dat klopt. Ja. En hoe ga je daarmee om? Je probeert dat een plek te geven. Mm-hmm. Dat wel. En we hebben gelukkig tegenwoordig, als ik dan kijk in het begin jaren dat ik erbij kwam, mocht je niet je emoties laten zien. Oeps. Dat was mannen zijn van steen. Ja, dat was een watje. Ja. Die cultuur is gelukkig helemaal omgedraaid. Dus er wordt nu bij een incident, ook als leidinggevende hou je dat goed in de gaten met elkaar ook van. Bij ernstige incidenten hebben wij gewoon een collega opvangteam. Okay. Die mensen die opgeleid zijn, die jou begeleiden, verplicht, nou verplicht begeleiden, maar in ieder geval verplicht aanwezig zijn bij gesprekken. Hmm. En je bent niet verplicht, je moet toch zelf je eigen emoties verwerken, maar het met elkaar bespreekbaar maken, maar ook hetzelfde beeld krijgen, is daar een belangrijk onderdeel van. Want jij bent zelf misschien met een slachtoffer bezig en ja, je bent met een team bezig en een van de teamleden staat misschien bij het voertuig, dat is de pombediende chauffeur. Die weet eigenlijk niets. Toch maakt hij het mee. Mm-hmm. Dus we beginnen altijd met, als er een ernstig ongeval is geweest of iets ernstigs, is het plaatje compleet maken met elkaar. Ja. Gewoon van, wat hebben we als team meegemaakt? Ja. En dan komt automatisch wel, ook de emoties gaan dan meespelen. Mm-hmm. Want het is ook zo. Soms zijn er emoties die komen vrij. Boosheid komt daarbij. Ja. Waarom? Een dronken persoon of wat dan ook die daarmee te maken heeft met ongevallen. Veroorzakers blijven ontkennen van bij ongevallen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet gereden. Daar hebben wij soms mee te maken. Ja, want het zijn natuurlijk niet alleen branden. Je moet ook mensen uit auto's zagen. Ja, we hebben hier zeker goede hoofdlijkheid hebben toch behoorlijk veel dodelijke ongevallen ook gehad. De laatste tijd, maar ook jaren terug. Ja. Ik heb in één jaar tijd, toen ik in mijn rol als officier van dienst over het eiland zat, 9 dodelijke ongevallen te maken. Dus ja. En vaak nog jonge mensen? Ja. 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 Dat is jonge mensen. Eén keer een collega ook daarbij zelf meegemaakt. De nazorg ervan. Gelukkig was ik niet bij dat incident zelf. Maar dit zijn wel incidenten. Ja, daar blijf op je netvlies zitten. Mm-hmm. En dan rij je soms langs die plekken heen. Waar het gebeurd is, waar je soms als eerste soms bij ook aanwezig was. Mm-hmm. Ja, dan weet je dat. En dan ga je meespelen, kom je thuisgezind, komt er dan bij. Want jonge mensen, hey, mijn zoon of mijn dochter is net zo oud. Mm-hmm. Zulke dingen spelen gewoon mee. Mm-hmm. Bij de bedelijke zaken. Ja, ons vak is gevaarlijk ook. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Ja. We hebben het nu over ongevallen gehad, is het vaak derde. Maar we kunnen ook, we gaan brandende panden in. Probeer dat te voorkomen. Ja. Maar kijk eens naar de dodelijke ongevallen die we daarin gehad hebben. Ja. Neervallende muren die omvallen, waar geen rekening mee gehouden is. Of ontploffing van rook en dergelijke. In de punt in noorden van Nederland. Mm-hmm. 3 brandweer mensen. Ja, ons vak is best wel gevaarlijk. En daar letten wij als leidinggevende, moeten we daar ook steeds meer op gaan letten. Op zulke dingen. Van, dus we gaan ook, in de branden gaan we ook steeds meer zeggen van, als er niemand meer in zit, zeggen we eigenlijk maar, laat maar gaan. Want de andere dag staat er toch een kraan in om het te slopen. Ja. Zo gaan we ook om. Dus onze aanval, onze manier, onze werkwijze is wel aan die trend meer gericht op eigen veiligheid. Gaat eerst. Mooi, dat is goed. Ja. Ja. Ja, dat is een belangrijk item. Ja. En dat moeten we ook gewoon durven uit te spreken. Want natuurlijk, we willen zien te voorkomen. Hier ook ooit in Dirksland natuurlijk meegemaakt. Het voormalige café hier wat aan de kaai ook in Dirksland stond.
En als je dan mensen buiten ziet staan, alleen in een t-shirtje en een onderbroek, mm-hmm. en verder niets meer hebbend, mm-hmm. dan probeer je nog wat te redden, maar dat gaat niet meer. Nee. Maar dat is toch één en één triest. Ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, dat is de andere dag naar de Westdijk moeten om eerst kleding te gaan halen, mm-hmm. dat ze niets meer hebben. Nou, dat is in en in triest. Ja. Ja. En dat probeer je ook als, zeker in de rol van officier van dienst, om met die mensen in gesprek te blijven. Om mm-hmm. die mensen te begeleiden daarin. Dat is ook de rol. Dus ook nazorg. Ja, of? Ik vind het wel een belangrijk item ook als officier van dienst om ja. daar ook een stuk aandacht aan te geven. Natuurlijk, er is slachtofferhulp die dat uiteindelijk overneemt mm-hmm. van ons. Maar de eerste opvang is wel voor de brandweer. Die dat uiteindelijk tot ja. zich neemt. Hoe gaan we daarmee overweg met die ja. mensen? Je probeert ze op te vangen. Je probeert iets te doen. Ja. Ik heb zelf één keer, toen woonde ik in Utrecht, was aan de overkant, pal aan de overkant, in het oude stuk Utrecht, was een enorme brand. Ja. En er woonden allemaal studenten, kamerbewoners. En dat was midden in de nacht. Ja. En ze hebben het lang niet allemaal overleefd. Nee. En de vrouw die daar woonde, kwam in shock, werd door ons opgevangen. Ik denk, ongelooflijk dat je dat dus... ik vergeet het nooit. Nee. Ik vergeet het nooit. Nee, daarom zeg ik, dit blijven dingen bij. Ja. En dit is ook heel veel incidenten. Nou, daarom zeg ik, ik zit er nu bijna 35 jaar bij. En van die 35 jaar kan ik er zo 4, 5, 6... die altijd op mijn netvlies zullen blijven staan. Ja. Die ook wel eens naar boven komen, ook nog als je weer een incident gaat of wat daar op lijkt. Ja. En dat is met, ja, dat is voor burger ook. En daarom snap ik wel eens niet dat mensen naar incidenten komen. Dat ze foto's gaan lopen van mensen. Heb je dat gehoord van iemand, een politieagent, die zei, er was iemand aan het foto's maken. En toen zei die, meen jij, kom maar heel dichtbij staan, dan mag je een foto maken. Nou, weg was die, hè? Ja. Nou, ik heb het ook al een keer gedaan met iemand bij een ongeval, stond ook iemand foto's te maken. Ja. En dan toen heb ik gezegd van, als u daar nu lag, zou u dan willen dat u daar een foto van maakte? Toen keek hij naar mij en toen heeft hij die foto eraf gehoord. Hij zei, kijk, je hebt gelijk. Ja, dat is iets. Zegt, maar dit is menselijk, is dit. Het is foto's maken van alles, vastleggen. Ik weet niet wat het is. Het is overal met alles. Mm-hmm. Nog niet zo lang geleden een brand in Rotterdam. Iemand springt uit zijn woning. Ligt een hele tijd op de grond en er worden alleen maar foto's gemaakt. Oh, en de omgeving doet niets. Dan denk ik wel, ja, het komt voor. Ja. Kijk maar zelf hoe snel staat iets niet op sociale media. Mm-hmm. Soms nog voordat de familie het weet. Ja, en dat is, dat is heel kwalijk. Ja. Ik hoop dat heel veel mensen kijken en denken, ja, er zit wel wat in. Ik zal het nooit meer doen. Hebben we in ieder geval een klein stukje. Hebben we iets bereikt. Ja, met mijn verhalen wat ik hier wil brengen. Mm-hmm. Graag zelfs. Ja. Want, hoe aangenaam het ook is, we moeten er alweer een eind aan. Ik wil toch niet zeggen dat nu weer al... Echt wel. Ja, ik wil nog één vraagje. Ja. Er is de laatste tijd steeds meer sprake van het lastigvallen van hulpverleners. En dat is iets, ook zoiets onbegrijpelijks. Ja. Maar heeft de brandweer er ook mee te maken? Ja, ook wij hebben daar mee te maken. In de stad, maar ook hier toch op het platteland. Dat kijk maar eens even naar een jaarwisseling. Als wij bij wijze van spreken vuren willen, ja, dan denk je van ja, straatbranden moeten toch kunnen. Ja, moet dat kunnen? Nee. Waarom moet dat wel? Ik heb in Dirkstand wel taferelen gezien, nu minder. Maar het is gelukkig minder door een goede aanpak van uiteindelijk van de voormalige gemeente Dirkstand, dat uiteindelijk gegaan is. Maar wij worden daar lastig gevallen. Bierflesjes vliegen soms om je oren. Die gooien ze gewoon zo naar je toe. En wat kun je daarmee? Wat doe je daarmee? Probeer je eigen in te houden dat je niet de straal water omzet en even op het publiek spuit. Oké. Okay. Nou, het klinkt meer kan ik. Dat is gewoon zo. Je kan er niets mee. En daarom, justitie moet dat ook gewoon echt goed doorpakken. Dat zeggen ze ieder jaar. Dat zeggen ze ieder jaar. En helaas is de eis hoog, maar de strafrecht is gewoon minimaal. En het gebeurt bij ons, het gebeurt bij ambulance. Maar kijk toch ook tegen de politie. Het is tegen alle hulpverleners. Ja.
In zo'n nacht moet alles kunnen, vindt men. Nou, niet alleen in zo'n nacht. Nee, dan, ik hou het dan even daar. Maar dat gebeurt overal. Voertuigen moet je in de stad op slot zetten, en anders wordt die leeggeroofd. Ja. Of juist niet op slot als er niks in zit. Want dan maar goed. Weten ze het. Nee, oh. Ja, nou. Er zit zoveel waarde in al die hulpverleningsvoertuigen. Een hulpverleningsvoertuig. Ja, oh, je hebt het over een hulpverleningsvoertuig. Oké, okay. Zo bedoel ik het even. In een hulpverleningsvoertuig. Ja. Drie ton totaal als je aan moet. Wacht even, je moet hem op slot zetten als je aan het werk bent. Ja, dat komt voor in de stad. Anders wordt hij leeggeroofd. Ik heb dat gezien bij die aanslag in Utrecht. De auto's van de journalisten die allemaal leeggeroofd worden. Ja, het gebeurt gewoon. Er wordt gewoon ambulances worden. Dat er gewoon de dure apparatuur eruit gehaald wordt. Er staat een ambulance die is met een reanimatie bezig en geen tijd of niet even gekozen heeft om zijn auto op slot te zetten. En dan wordt er materiaal uitgehaald. Ja, het is. Het is geen vrolijk einde aan dit gesprek. Nou, heb je nog niet nog een vraag? Wat vrolijker dan? Ik had nog één vraagje. Ja. Hoe haal je echte en valse meldingen uit elkaar? Echt een valse melding, die is heel moeilijk om die uit elkaar te halen, want we rijden voor alles. Als we gealarmeerd worden, dan rijden we. Zelfs al denk je, dit voelt niet goed. Rijden we toch. Oké. En dat geldt voor automatische meldingen. Dat komt ook heel vaak voor dat wij naar een automatische bellen. Nou, gelukkig is de contact met het pand vaak en je kan terug. Of we worden al gealarmeerd eerst om naartoe te gaan en de tweede keer komen we soms gealarmeerd worden. Het is niet nodig omdat het verval is. Ja. Dat komt ook voor. En we rijden voor alles. Een kat in een boom tot alles. Ja. Ja. Al wordt daar ook wel eens over genuanceerd natuurlijk. Kat in de boom. Ja. Je hebt een mooi beroep. En ik wens je heel veel sterkte en ook plezier. Ja. Heel hartelijk bedankt en heel veel succes verder. Dankjewel. Dit was de Huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De Huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.